Top. Oké, dankjewel. Doei doei. Wil jij een zakje met eten? Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Martijn. En mijn naam is Niels. En we hebben, voordat we beginnen met onze aflevering, een heel vet dingetje voor jullie. We hebben namelijk kortingscodes gefixt van Patrol Industries, broekmerk. En voor al onze gierige kijkers kunnen jullie nu ook zelf die broek aanschaffen met korting. Die kortingscode vind je op onze Instagram pagina. Dus links staat in de beschrijving, moet je ons even volgen. En dan heb je die korting. En wij houden hem alle samen aan, hè, tegelijk. Sowieso! Boom! Ja, en nu gaan we jullie natuurlijk iets gierigs laten zien. En vandaag gaan we jullie laten zien hoe we gratis eten gaan scoren. Nou, iedereen kent wel van die thuisbezorgservices, net als thuisbezorg. Iedereen kent wel van die online bedrijven zoals thuisbezorg, waar je eten kan bestellen, et cetera. Nou, wij hebben dus een jas gevonden van zo'n bedrijf die dat doet in de Randstad. Ja, deze jas die hebben al die Deliveroo boys altijd aan. Ja, en wij denken dat wij iets hebben bedacht waar we met deze jas gewoon een bestelling twee keer kunnen krijgen voor de prijs van één. Laten we gelijk onze bestelling plaatsen. Oké, even kijken, waar hebben we zin in? Gewoon lasagne. Lasagne bolognese. Ja. Salade Asian pokeball, bam. Oké, dus we hebben nu een bestelling geplaatst op mijn naam, op dit adres. En die mag jij nu gaan ophalen. Is goed, ik ga hem ophalen als ware delivery guy. Hi. Hey. Voor de... Lasagne? Ja, lasagne en een Asian. Ja. Top. Oké, dankjewel. Doei doei. Oké, vriend. Dit is hem. Dit is het. Dit is mijn bestelling. Dit is precies jouw bestelling. Maar het bijzondere is nu, even uitleggen naar de kijker. Zometeen komt de echte bezorger. Want ja. Er is een echte bezorger van dit bedrijf. Die komt zometeen die bestelling ophalen. Nou ja, de grap is dat ik nu kan zien. Hier. Bestelling aan het bereiden. Over 21 minuten wordt die pas bezorgd. Maar die hebben nu niet door wat er gebeurt. Nee, want het is buiten het systeem omgegaan. Die snappen helemaal geen effect van. Oké, okay, nou via de app geeft Deliveroo aan dat de bestelling over 13 minuten mei zou moeten zijn. Ik denk dat de bezorger over 10 minuutjes ongeveer hier is om de bestelling op te halen. Die natuurlijk al opgehaald is. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan oplossen. Is dat een Deliveroo? Oh, wow, wow. De bestelling is onderweg. 4 minuten, dit is hem. Dit is mijn bestelling. Even kijken hoor. Even nieuws op de hoogte stellen. Yo Nelis, de bestelling is nu opgehaald, dus echt binnen 1 minuut bij jou. Oké, okay, nou ik loop nu naar jullie toe. Hij is er nog niet. Hè, maar er was net iemand die een bestelling had opgehaald. En toen vanaf het moment dat hij wegging, is hij. Dat is helemaal verkeerd gegaan dan joh. Hij is er over 3 minuten pas. Ja, maar net stond er 0 minuten. Ja, maar hij is eerst een andere bestelling waarschijnlijk aan het doen. Nou, nu zegt hij 6 minuten. Zal ik de bezorger bellen? Hello? Hello? Can you find the address? Because I thought you were just in front of the... Yeah, sure. I'm giving you the wrong direction, so I went there. So now I'm coming to your place. Okay, perfect. Then I'll see you in a bit. Hey. Because that is the problem with the map. It was showing me that you are here. Yeah? You need to go there. Yeah. Okay. So I went there first. Okay. And I need to come back. No problem. Sorry. No problem. Thank you. Okay, bye. Bye-bye. Hey, ja. That is you, right? Nou, laat me raden. We hebben hetzelfde. Even kijken hoor. Een lasagne. Hè? Oh. Huh? Maar... Ik heb ook een lasagne. Maar ik heb... Nee. Een Asian pokeball. Hou op. Heb ik ook. Dit is wel... Dit is wel heel makkelijk. Frappant dat dit kan. Hé, hey, maar even één ding. Jij hebt hier natuurlijk betaald... Ik heb één betaald. Eén betaald. Deze hebben we eigenlijk een beetje gestolen. Dit is gewoon keihard nakken wat ze doen. En ik heb al zo weinig karmapunten, dus ik denk gewoon dat we deze moeten weggeven aan een zwerver. Aan de zwerver? Ja. Oké, okay, nou laten we het park in, want daar vind je mensen die eten harder nodig hebben dan wij. A.k.a. zwervers. Lekker weertje, hè? Ja. Wil jij een zakje met eten? We hebben namens Stag... Er zit een Asian salade met allemaal groenten. En een lasagne. En een lasagne, we hebben het over. Van Stag. Je zal voorgekomen. Dank je. Alsjeblieft, hè? Eet smakelijk. Oké. Okay. Houd de tas ook bij, kun je vieze dingen in doen. Oké. Okay.
Ja? Niet van het weer. Niet van het weertje. Okay. Not so gierig after all. Ja, nou het is... Onze goede daad zit er weer op voor vandaag. Nou, mijn goede daad. Jij hebt je eten gewoon opgegeten hoor, vriend. Maar goed, ja, inderdaad. En we hebben ook natuurlijk nog die kortingscode die je op onze Instagram-pagina kan vinden. Links staat in de beschrijving. Dan zijn we toch gul bezig vandaag. Volgende week toch maar weer even wat gierigs doen, hè? Ja, en like ons ook op social media, op onze Instagram bijvoorbeeld, waar je dus die gratis boeken of in ieder geval die kortingscode kan vinden. Ja. Oh!